Op twee scholen is er een pilotproject uitgevoerd en het ging in deze om brillen voor schoolkinderen. En ik zei het al, het ging in deze om een pilotproject. Door de school werden er 30 leerlingen geselecteerd en van de 30 leerlingen bleek dat 24 daadwerkelijk een bril nodig hebben. En verder is uit het onderzoek gebleken dat een aantal kinderen die onderzocht zijn geworden scheel zijn. Er zijn een aantal actoren betrokken geweest bij dit pilotproject. En Farida Halo, optometrist, vertelt veel meer over dit project. Vandaag zijn we bij de Drambrandersgracht. We komen net van de Blijdschool. We hebben in totaal 30 kinderen onderzocht. De school heeft geholpen om te verzamelen welke kinderen oogklachten hebben of hoofdpijnklachten die door de ogen kunnen komen. En deze kinderen zijn uitgenodigd om een uitgebreid oogonderzoek te doen. Om te kijken als de klachten door hun ogen komen en als ze misschien een bril nodig hebben. Het blijkt dat 24 van deze 30 kinderen werkelijk een bril nodig heeft. En er blijkt ook een groot aantal kinderen scheel te zijn. Daarna zijn er ook kinderen met andere klachten zoals allergie in de ogen of wat drogere ogen. En deze worden dan gezien door de oogarts. De brillen zijn duur om aan te schaffen tegenwoordig. En je merkt in de praktijk dat na een paar maanden het kind nog steeds terugkomt zonder bril op controle. En om die reden is er een project ingediend met Stichting Ziender Ogen in Nederland. En met de kinderoogartsen die zijn doelwijd hebben we hierover gebrainstormd hoe we dit project kunnen aanpakken. En een collega optometrist in Nederland. En het project is uiteindelijk goedgekeurd. Stichting Ziender Ogen heeft de monturen gedoneerd vanuit Nederland en Suriname. En financiert dit project. We hebben ook van Focus Slijperij, die werkt ook mee. En die sponsort voor 50 kinderen gratis glazen. Dus Stichting Ziender Ogen en Focus Slijperij zorgen dat de brillen geleverd kunnen worden. Maar dat kan je niet alleen doen met die twee. Je hebt een opticien nodig om dat te maken. En Kuster Optiek, Ramon Kuster, sleept de glazen in. En natuurlijk heb je met een heleboel mensen heb je nodig om dit te organiseren, want alleen kan je dit niet. Jesse Dorson van Stichting People Helping People heeft gezorgd voor het contact met de scholen. En dat de kinderen ook werkelijk kwamen voor het oogonderzoek. Een oogonderzoek bij kinderen is niet hetzelfde als bij een volwassene. Want bij kinderen moet je speciale oogdruppels gebruiken, je hebt meer tijd nodig. En als je een aantal kinderen op één dag ziet, moeten ze ook lang wachten om met de druppels zeker een uurtje moeten inwerken. Om ze rustig te houden in de wachtkamer heb je natuurlijk een beetje entertainment nodig. En daarvoor was er een beamer gedoneerd door Dowdry, de Legend Camera Gears. En Lions Club Paramaribo West was aanwezig elke dag om de kinderen bezig te houden en te entertainen. Dus zonder deze hele lokale groep, iedereen, is het niet mogelijk om zo'n project uit te voeren. En als je naar de resultaten kijkt, is het best chockerend om te zien dat er heel veel kinderen zijn in Suriname met oogklachten, die ook moeite op school hebben en geen bril hebben of niet naar de dokter gaan of naar een orthoptist-optometrist. Als je hiernaar kijkt, dit is echt een pilot. We moeten verder gaan, want er zijn meer kinderen in Suriname die onze hulp nodig hebben. Want het begint bij het kind. Je ontwikkeling, je ogen zijn in ontwikkeling en je moet jong beginnen om dit goed aan te pakken. En dit verbetert de schoolprestaties en ook de toekomst van het kind.